Hoi, mijn naam is Jesper en dit zijn de 10 allerbekendste mythische wezens. Op nummer 10, vampiers. Vampiers zijn bekende figuren uit de popcultuur. Ze vinden hun bekendheid in Dracula, maar hun oorsprong gaat terug naar de Victoriaanse tijd. Het heeft te maken met de ziekte Porphyria. Deze genetische aandoening zorgt ervoor dat de huid als het ware uit elkaar valt. Dat komt door foutjes in de bloedcellen, waardoor onregelmatigheden onder de huid ontstaan. Serieuze aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat de huid gaat schilferen en soms zelfs verbrandt wanneer deze wordt blootgesteld aan zonlicht. En het zou zelfs kunnen leiden tot grotere hoektanden. Je kunt al raden waar dit heen gaat. Wetenschappers beweren dat de oorsprong in Transylvania ligt, aangezien veel mensen daar aan de aandoening lijden. Nummer 9. Zeemeerminnen. Je ogen kunnen je soms behoorlijk voor de gek houden, zeker wanneer je een eenzame zeevaarder bent. Zelfs Christopher Columbus schreef over vreemde beelden die de zee af en toe liet zien. Je zult misschien verrast zijn over wat ze echt zagen wanneer ze spraken over zeemeerminnen. De eerste meldingen zijn al zo'n 4000 jaar oud. Mensen spraken over Oannes, de Babylonische god van de wijsheid. Maar volgens National Geographic kan de verbeeldenissen van de zeemeerminnen op allerlei dingen gebaseerd zijn, zoals zeehonden. Deze zouden ongeveer even groot zijn als mensen en de mogelijkheid hebben om op verticale wijze boven de zee uit te steken. Door met nummer 8. Cyclopen. Je zult vast denken dat cyclopen, mythische figuren met één oog, afkomstig zijn uit volksverhalen. Maar er is daadwerkelijk bewijs dat suggereert dat de cycloop echt heeft bestaan. Geologen hebben lang geloofd dat het verhaal van een eenoogig monster geen mens was, maar een olifant. Er werd in 1914 op een Grieks eiland een fossiel gevonden van een olifant met één oog. Maar het verhaal veranderde door de jaren heen, waardoor mensen nu geloven dat de cycloop echt bestond. Nummer 7. Griffioen. Nu kennen we de griffioen voornamelijk uit de verhalen van Harry Potter. Maar het verhaal van het prestigieuze beest gaat veel verder terug. De eerste beschrijvingen zijn afkomstig uit 1600 voor Christus. Het was een kruising tussen een adelaar en een leeuw, twee statige roofdieren. Het zou schatten bewaken in de diepe grotten in Griekenland. Maar historici geloven dat het figuur zijn oorsprong heeft in de Aziatische mythes, omdat er in Azië meerdere fossielen van dinosaurussen zijn gevonden met soortgelijke bouw. Nu weten we natuurlijk wel beter, maar toentertijd werd de mythe aangenomen voor de waarheid. Nummer 6. Weerwolven. Weerwolven komen tevoorschijn als het volle maan is en zijn half mens, half wolf. De mythe komt uit de 5e eeuw voor Christus. Het begon bij de beschrijving van Herodotus, die zei dat er mensen waren die eens per jaar in een wolf zouden veranderen. In 1909 vond de Universiteit van Missouri een weerwolf, maar dit bleek achteraf een gewone jager gehuld in een dierenvel te zijn. Ook hier komt Porphyria weer naar voren. Het zou ervoor zorgen dat de perceptie wordt beïnvloed door waanbeelden. Door met nummer 5. De sneeuwman. In verhalen over de verschrikkelijke sneeuwman uit de 19e eeuw gaan allerlei speculaties over het bestaan van een monster in de bergen. Professor Brian Sykes dacht dat hij een antwoord had gevonden in 2014, toen hij een paar haren bestudeerde waarvan beweerd werd dat ze afkomstig waren van de sneeuwman. Ze waren gevonden in de bergen tussen India en Bhutan, maar Sykes kwam erachter dat de haren tot een uitgestorven ijsbeer toebehoorden, die meer dan 40.000 jaar geleden leefde. Nummer 4. De draak. Misschien wel het bekendste fantasiefiguur, maar aangezien er overal verhalen de ronde doen over draken, is het lastig te zeggen waar de draken nou eigenlijk vandaan komen. Een voor de hand liggende optie is het gebrek aan historische kennis over dinosaurussen en heeft geleid tot de fantasie van de draak. Antropoloog David Jones suggereert zelfs dat draken het product zijn van menselijke evolutie, gebaseerd op de slangenangsten van apen. Met andere woorden, angsten worden volgens hem verwerkt in ons DNA. Dat zou de verbanden tussen de verschillende culturen ten aanzien van de draak wel verklaren. En dan door met nummer 3. Kraken. De kraken is een monster dat in de meren en zeeën van Noorwegen zou leven. Dat in de 16e eeuw buitenlandse schepen zou vernietigen. De kraken komt sindsdien ook voor in wetenschappelijke teksten en geschriften. Zoals de Systema Naturae Encyclopedie uit 1735. Dus er is een periode geweest dat mensen echt in het beest geloofden. In 1853 werd de wetenschap toch wat sceptischer over het monster, toen er een enorme inktvis op het strand aanspoelde. Maar aangezien we nu heel ver kunnen duiken, is de wetenschap erover uit. Op de bodem van de Noorse wateren leefde 18 meter lange inktvis. Op nummer 2. Eenhoorn. Ondanks de brede bekendheid in de wereld, blijft de eenhoorn toch onderdeel van de fantasie. Maar daarom weten we niet goed waar het idee van de eenhoorn vandaan komt.
Het eerste idee lijkt afkomstig te zijn van de Griekse natuurkundige Titius. Maar zijn suggesties waren zo breed dat zelfs in zijn eigen tijd mensen er grappen over maakten. We maken een sprongetje naar 2007, waarin een hert werd geboren met een enkele hoorn. Wellicht kwam dit soort wel vaker voor, maar dat weten we nog steeds niet. Ook in Kazachstan werd er een neushoorn met een enorme hoorn gevonden. Wellicht zijn dit tekenen van eenhoorns, maar zeker weten doen we dat nooit. En dan, op nummer 1, zombies. Zombies zijn zonder enige twijfel de koningen van de horror. Maar zouden deze ook echt bestaan? Volgens de cultuur in Haiti liet de Franse heerschappij in dat gebied de bevolking denken dat ze zieloze wezens zouden worden wanneer ze door zelfmoord onder de slavernij zouden willen uitkomen. Vanaf daar werd het onderdeel van de folklore, waarbij mensen geloofden dat tovenaren genaamd Bokor de zombies weer tot leven zouden kunnen roepen. Toen de Verenigde Staten de heerschappij overnam, gingen de verhalen ook naar Amerika. En zo werd het onderdeel van de popcultuur. 10 mythes over de Tweede Wereldoorlog. Ben jij benieuwd naar die video? Klik op de video op het scherm of rechtsboven in de infokaart. Volg ons ook op social media, @JesperKleine of @10video's om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En ook die linkjes vind je in de videobeschrijving. Ik zie jou de volgende keer. Tot ziens!